In deze video zie je hoe je je Ringvideo doorbel kunt installeren door hem aan te sluiten op je bestaand deurbelsysteem. Voor deze aansluiting moet je deurbeltransformator 8 tot 24 volt AC op 50 of 60 Hz ondersteunen met maximaal 40 volt ampère. Voldoet je transformator hier niet aan, gebruik dan de stekkeradapter van Ring tweede generatie of installeer je deurbel draadloos. Haal eerst het voorpaneel los. Trek deze vanaf de onderkant naar voren. Trek voorzichtig aan dit lipje om de batterij te verwijderen. Laat de batterij nu volledig op. Je sluit hem met de bijgeleverde kabel aan op een USB-lader. Ook voor een bedraden aansluiting raden we je aan om de batterij eerst helemaal op te laden. De batterij is volledig opgeladen wanneer nog maar één lampje brandt. Schuif de batterij weer op zijn plek. De batterij zit goed vast als je een klik hoort. Nu gaan we je deurbel instellen. Open hiervoor de Ring-app en doorloop de stappen. Je volgt hierbij de instructies in de app. Vervolgens ga je de videodeurbel installeren. De optimale hoogte voor je deurbel is 1,20 meter boven de grond. Schakel eerst de stroom richting je deurbel uit in de meterkast. Haal dan je bestaande deurbel van de muur en ontkoppel de bedrading. Gebruik je videodeurbel om te markeren waar je hem gaat bevestigen. Bevestig je de deurbel op steen, stukwerk of beton, gebruik dan een betonboor met 6 mm boortje om voor te boren. Plaats de meegeleverde pluggen in de gaten voordat je de schroeven erin vastdraait. Bij montage op hout of lambrisering kun je deze stap overslaan. Draai nu de plaatsschroeven achter op je videodeurbel los. Is je deurbelbedrading te kort om op je videodeurbel aan te sluiten, gebruik dan de inbegrepen draadverlengers en draadmoren. Met de draadmoren draai je elk van de draadverlengers met de klok mee vast aan de deurbelbedrading. Zet nu de deurbelbedrading vast onder de plaatsschroeven. Het maakt niet uit welke draad je naar welke schroef doortrekt. Let erop dat er naar elke schroef één draad loopt en dat de draad elkaar niet raken. Trek er even aan om te controleren dat ze vastzitten. Stop dan de draden terug in de muur. Monteer je videodeurbel met de bijgeleverde schroeven. Plaats nu het voorpaneel terug. Begin bovenaan en klik hem dan op zijn plek. Vervolgens gebruik je de beveiligingsschroef. Die ziet er zo uit. Gebruik alleen deze schroef. Andere schroeven kunnen je videodeurbel beschadigen. Gebruik de meegeleverde schroevendraaier om de beveiligingsschroef vast te draaien. Schakel tot slot de stroom vanuit de meterkast weer in. Je bent nu klaar. Heb je extra ondersteuning nodig? Ga dan naar ring.com/help.